Hoi allemaal. Iemand vroeg mij laatst om mijn stash, hoe het ermee was. Ik heb het een hele tijd geleden alweer video's opgenomen over mijn stash. Alles laten zien, hoe ik het opruimde, het hele rattenplan. En iemand vroeg hoe het daarmee was. En toen kwam ik op het idee om iets nieuws te doen. Een serie, en die had ik bedacht, die noem ik de stash. En dan doe ik elke keer iets uit mijn stash. Dus vandaag, hoe kan het ook anders, beginnen we met oogschaduwpaletten, natuurlijk. Echt mijn lievelings, mijn lievelingsdingen uit mijn stash. Samen met blush, denk ik trouwens. Dus dat gaan we doen. Ik heb een beetje een blote billengezicht. Dat is omdat ik niet helemaal lekker ben. Ik heb wel iets op mijn gezicht gedaan, maar ik ben niet helemaal lekker. Dat hoor je ook aan mijn stem. Mijn haar ook achterover gedaan, in wijd shirt aan. Maar let's go. Ik heb een kastje waarin ik wat paletjes heb die ik niet weg wilde doen. Waarmee ik had bedacht dat ik dan een beetje ging shuffelen met mijn andere paletjes. Ik heb altijd in mijn everyday bakje heb ik 1 of 2 paletjes zitten. En dan heb ik een bak vol paletten in mijn kastje onder mijn wastafel staan. Dus, where to begin? Where to begin? Nou, laten we maar gewoon random beginnen met het bakje wat onder mijn wastafel staat. Dat zijn zeg maar de wat grotere paletten die ik niet zo vaak, of die ik eigenlijk niet in mijn everyday bakje doe, maar die ik wel vaak gebruik. In random volgorde bijvoorbeeld deze, Stila in the Light Eyes Eyeshadow Palet. En daar heb je, even kijken, 10 kleuren in zitten. Ik vind sowieso de verpakking. En daarin zitten dus de 10 oogschaduwkleuren. En mijn favoriete, nou je ziet het wel denk ik, dat is Kitten. Daar is ze veruit het meeste uit, maar ook Bliss vind ik heel mooi. En Sunset vind ik heel mooi, gebruik ik heel graag. Deze twee donkere matte kleuren gebruik ik vaak als eyeliner. Ik vind het ook fijn dat er een grote spiegel bij zit. Er zit ook een oogpotloodje bij, maar die vind ik, ik weet niet, het is het niet voor mij. Ik weet niet waarom, ik kan het niet uitleggen. Maar dit palet, ik moet natuurlijk een beetje snel doorheen gaan, want anders krijgen we nooit al mijn paletten in beeld. Het Suva Coca Blend palet, Love It, ook een fijne verpakking trouwens. Wel karton, maar het is wel stevig karton. En dat zijn deze kleuren. En hiervan vind ik Bitter Start heel mooi. En ik vind deze twee heel mooi. Substitute for Love en Fascitosis. Maar ook Pure Ganache. Eigenlijk vind ik het allemaal leuk. Deze. Misschien moet ik gewoon een aantal laten zien. Anders worden we gek, denk ik. Het Naked 3. En ik heb natuurlijk ook het originele Naked palet. En Naked Smoky palet. Van al deze paletten is het Naked 3 denk ik mijn favoriet. Op de voet gevolgd door Naked en dan als laatste de Smoky, denk ik. Nou, deze zie je, ik weet niet of je het goed kan zien trouwens, maar is echt well loved. De verpakking vind ik verschrikkelijk, want het is gewoon een beetje ranzig, fluweelachtig, zeg maar. Het wordt er niet echt schoner op. Dit is het Naked 3 met wat meer, met wat meer roze tonen en wat liefelijker. En Naked Smoky, by far de mooiste verpakking van de drie. Ik vind het echt een prachtige verpakking. Alleen dit is gewoon, zijn gewoon net wat heftigere kleuren. Vind ik wel heel mooi. Ik pak hem eigenlijk niet vaak genoeg, want je kunt hier ook prima met deze en deze kun je ook prima een hele naturelle look maken. Maar ja, weet je, af en toe moet je gewoon ook even all-out gaan. En dat moet ik eigenlijk wat vaker doen. Dan een paar budgetpaletjes. Laten we maar eens beginnen met het Revolution Ultra Blush palet. Dit is even vreemd eten bij het geen oogschaduw, maar zit wel in het bakje. Fantastisch palet vind ik dit. Dit is Hot Spice. Ik vind het een heel leuk blush palet. Eentje waar ik niemand echt over heb gehoord, maar die ik echt heel goed vind, is het New York Color Lovatics by Demi Lovato palet. Super goede pigmentatie, hele mooie kleuren. Natuurlijk sprekend een dupe van bijvoorbeeld het Naked 3 paletje. Het is echt, ik vind het echt ontzettend leuk palet. En ik gebruik hem graag.
Ik heb er nog nooit iemand anders over gehoord, maar ik vind hem heel leuk. Nog een palet van Revolution, maar dan wel met oogschaduw. Dit is het Flawless palet. En hier zitten gewoon heel veel kleuren in. Als je wilt beginnen met een beetje oefenen met allerlei kleurtjes, is dit bijvoorbeeld een hele fijne. Het zijn geen wilde kleuren, het zijn nog steeds allemaal naturele kleurtjes. En daarom vind ik hem ook heel mooi. Het zijn mooie, warme kleuren. En ja, ik vind het gewoon heel fijn. Basispalet. Er zitten matte kleuren in, glanzende kleuren. Wel veel meer glans dan mat, dat wel. Maar deze van Revolution. Een hele bekende is volgens mij ook deze. De Maybelline The Nudes. Niet mijn favoriete palet aller tijden. Ik vind hem wel leuk. Maar ik heb wel betere paletjes. Toch vind ik hem wel heel handig om bijvoorbeeld mee te nemen. Wat ik heel leuk gedaan vind van dit palet is op de achterkant staan allerlei tips met hoe je de oogschaduw kunt gebruiken. Je kunt het zien als allemaal quad, zeg maar. Dus allemaal zeg maar vier oogschaduwtjes. Maar ook als duo's. Zo. En ook als trio's zo. En dat vind ik zo grappig bedacht. En ik hou me daar nooit aan. Want ik doe altijd maar iets waar ik zelf zin in heb. Maar ik vind het wel heel leuk bedacht voor mensen die denken. Ja, wat moet ik hier nou eigenlijk mee? Nog een palet van Revolution. En dit is het Iconic Pro 1 palet. En dat is dit palet. Ook een heel mooi palet. Ik moet zeggen, ik gebruik het te weinig eigenlijk. En ik weet eigenlijk niet waarom. Want het zijn hele mooie kleuren. Zoals je ziet heb ik hem wel regelmatig gebruikt. Maar ik moet zeggen dat ik al de hele tijd heb ik hem niet te pakken gehad. Dus note to self, wat vaker gebruiken. Dan ook een vreemde eten in de bijt is dit Youngblood palet. Heb je een review van kunnen zien op mijn site. En dit is een contour palet. Het is een heel mooi palet. Alleen wat ik jammer vind is bij dit soort paletten. Dat je eigenlijk zelf... hooguit vier van de kleurtjes gebruikt, maar meestal zelfs maar twee. En dan vind ik het zonde als je allerlei kleuren erbij hebt die je eigenlijk niet gebruikt. En ik vind de bruine kleuren iets te oranje. Maar het is Youngblood is wel een supergoed merk en het vind ik ook een mooie verpakking. En ik gebruik het wel, alleen ik vind het wat beperkt, zeg maar. Ik denk dan kan je beter een paar duo's doen dan zoiets. Maar goed, dit is ook meer voor make-up artists, dus in die zin. Ook een vreemde eend en bijt, de Naked Flushed Streak. Fantastisch, ik vind het echt een heel leuk paletje om mee te nemen op vakantie. Mijn wintervakanties, als ik wat lichter ben, dan is dit een ideale bronzer voor mij. En ik vind de blush heel mooi, highlighter ook. Dan een zelf samengesteld paletje. Dit is niet met alleen maar MAC oogschaduws, er zijn er namelijk twee van MAC, de onderste twee. En de bovenste twee zijn van, hoe ga ik dat nou zien? Nou, ik durf het niet aan om ze eruit te halen, maar dit zijn, eentje gaat zelf al, dit is een MAC oogschaduw, dat is helemaal mooi. Nou, ik doe het even zo, het zijn hele mooie kleurtjes. Dus ik helemaal onder de oogschaduw. Dan, in de categorie Naked paletten heb ik er nog twee. Namelijk het Naked Basics 1 en 2. Dit vind ik echt zulke fijne paletjes. En die neem ik bijna altijd mee op vakantie. Ik probeer wat af te wisselen en ik ben altijd heel bang dat ik ze opmaak. Ik heb er trouwens nog één die ik graag meeneem op vakantie. Dit is het Naked 2. Mijn favoriet van de twee. Vooral omdat ik deze twee kleuren echt heel erg mooi vind. Maar het liefst zou ik ze allebei meenemen. En deze zit ook echt behoorlijk diepe groeven in. Omdat ik Venus eigenlijk de ideale highlighter kleur vind. Hele leuke paletjes. En welke ik ook graag meeneem op reis is deze. En het is een vreselijke verpakking om op camera te laten zien. Maar dit is het Clinique Neutral Territory palet nummertje 2. En die heb ik ook al zoveel gebruikt. En dit vind ik echt, dit is nou by far, zoals je ziet, mijn favoriete kleur. Dit is, even kijken, ja, dit is, wordt altijd heel mooi uitgelegd. Even kijken hoor, dit is de vierde in het rijtje. Light Shade of Day Into Date Duo. Dit zijn dus allemaal kleuren, of bijna allemaal kleuren, die ze in andere paletjes ook al hebben. En daarom noemen ze het zo. Ik snap niet precies waarom, geef het dan gewoon een naam. Maakt niet uit,
Dit is ook leuk op beeld, maar dit is het Stila Eyes Are The Window palet. En ik heb de Sol variant, je hebt 4 varianten. En dit is ook gewoon een heel mooi paletje met prachtige warme kleuren. En dit vind ik echt ideaal voor in de herfst. Oeh, aan blijven halen, Karin, aan blijven halen. Nou ja, er kan geen palet van Too Faced ontbreken. En dit is het Too Faced Natural Eyes palet. Ik heb echt heel lang getwijfeld welke ik zou willen. En het is uiteindelijk deze geworden. Ik heb trouwens niet eens foundation op, mocht iemand het zich afvragen. Ik heb ook niet mijn normale wenkbrauwspul gebruikt. Dus vergeef me als je denkt, wat is die vrouw ontploft op beeld? Ik weet het niet. Ik heb wel voor de gelegenheid even lipstick opgedaan. Estée Lauder lipstick in Desirable. Ik moest even nadenken. Deze. Dan heb ik nog 2 Clinique paletjes die ik eigenlijk niet genoeg gebruik. Gezien mijn liefde voor het ene Clinique paletje had ik het helemaal bedacht met deze paletjes. Alleen vallen ze me toch een beetje tegen. Ik heb ze in Amerika besteld, dus dat is altijd maar weer de vraag hoe de kleuren zeg maar denk ik echt uitzien. Maar ik zal ze even allebei tegelijk laten zien als dat mij lukt. Uitdaging. Zo. Deze 2. Maar ik vind de kleuren net een beetje gek oranje of modderig. Ik weet het niet. Het zijn, dat is ook wel leuk om te vertellen, het All About Shadow Quad. En dit is Pink Chocolate. En dit is Teddy Bear. En ik gebruik ze gewoon niet genoeg. En dat is zonde. Misschien moet ik ze weggeven aan een vriendinnetje bij wie dat soort tinten mooier staan. Dan een palet wat ik wel heb gehouden, maar waar ik niet super enthousiast over ben. Is het L'Oréal La Palette. Nou ja, dit is nummer 2 beige. En dit zijn eigenlijk, is dit weer een dupe van het Naked Palette. Maar ik denk dat ik deze ook weg moet geven. Want het is niet dat ik niet genoeg van dit soort paletten heb. Dus die gaat ook naar een vriendinnetje. Zitten wel een aantal mooie kleurtjes bij. Maar ik word er niet super warm van. Dan, uit mijn Everyday bakje. Waar ik een beetje mee rouleer. Zijn dit. Dit is het. Als je het hebt over reispaletjes, deze vergeet ik altijd. Maar dit is een hele belangrijke, want dit is het Smashbox Full Exposure Palet. Alleen dan de mini. Nou, dit is echt een super klein paletje. Als je mijn mini, ik heb al hele kleine handen, en dan dit paletje erin. Maar wel met 8 oogschaduws. 4 glanzende en 4 matte. En dat vind ik briljant bedacht. En het zijn wel de standaard kleuren. Dus als je zegt, ik wil iets bijzonders, dan is het misschien niet helemaal jouw ding. Maar het is super praktisch voor mij op reis. Welke ik ook tegenwoordig graag meeneem. Ik heb er nu te veel voor op reis. Maar ik gebruik ze ook gewoon. Natuurlijk niet alleen maar voor op reis. Is dit. En ah. Hier moet je altijd gewoon even aan snuffelen. Dit is het Tartelette Tease palet. En ik denk dat van alle paletten. Deze toch wel mijn favoriet is. Denk ik. Ik denk dat ik dat wel kan zeggen. Dat had ik nooit verwacht. Maar ik vind het zulke fijne oogschaduws. Ik vind het hele mooie kleuren. Het liefst gebruik ik ze elke dag, maar ik wil niet dat het opgaat. Dus ik probeer daar een beetje beperkt mee om te gaan. Maar ik vind het echt, de geur is heerlijk. Het is gewoon voor mij het ideale paletje. En dat moet ik ook dus gewoon misschien wat meer Tarte paletjes gaan proberen. Want het zijn gewoon hele mooie oogschaduws. Mijn meest nieuwe paletjes zijn deze 2. En die zag je al voorbij komen in mijn favoriet van de afgelopen maand. Dit zijn de paletjes van Tanya Burr. En dit is Birthday Suit en Enchanted Dream. En ik vind dat ze het echt super leuk gedaan heeft. Sowieso vind ik de verpakking heel cute. Het zijn budgetproducten. En dat is natuurlijk altijd fijn. Ik zal ze even allebei laten zien. Dit is dus Birthday Suit en dit is Enchanted Dream. Enchanted Dream is mijn favoriet. Had ik niet verwacht. Ik dacht dat deze mijn favoriet zou zijn. Maar dit is hem geworden. Omdat ik Berry Soufflé en Moonlit Walk echt super mooie kleuren vind. En nou ja, deze vind ik ook allemaal prachtig. Ik ben hier echt heel blij mee. Ik heb ze besteld via feelunique.com. En ja, het zijn best wel budget. Het zijn 4 oogschaduws voor 6,95. Dus dat vind ik heel goed betaalbaar. En het zijn echt wel goede kwaliteit. Dan nog wat uit mijn stash, zeg maar, in mijn wat verder weg gebakje. 2, even kijken. Twee sleek paletten. Het Storm en het Oh So Special palet. En ik moet zeggen dat ik deze niet heel vaak pak.
Vroeger wel. Ik heb ze echt, nou, dat kan je wel zien, ik heb ze echt heel veel gebruikt. Maar ik ben er een beetje op uitgekeken, denk ik. Maar het is toch een soort van nostalgie, dus ik kan er nog niet echt afstand van nemen. Dat was trouwens het Stormpalet en dan nu het Oso Special Palet. En het is natuurlijk ook een heel leuk romantisch paletje. Oh. Maar ik gebruik het gewoon eigenlijk niet genoeg. Maar ik vind het wel heel mooi. En Sleek zijn gewoon altijd al goede oogschaduws geweest. Maar er is nu zoveel concurrentie dat ik denk dat ze een beetje weg zijn gevallen. Maar het waren altijd redelijk budgetvriendelijke paletjes met mooie kleurtjes. Maar tegenwoordig zijn er zoveel prachtige oogschaduwpaletten. Ja, dat ze een beetje ondergesneeuwd raken, denk ik. Dan heb ik er twee van Makeup Academy. Ook een budgettopper. Ik had er nog één, maar die heb ik aan moeder gegeven. Dat is het matte paletje. Dit zijn, even kijken, een Undressed palet en Undress Me Too. Gebaseerd op de Naked paletten, verrassend. En daarom wilde ik ze ook testen. Maar ik vind hele leuke paletjes. De Undressed is mijn favoriet van de twee. Maar ze zitten niet echt in mijn everyday bakje. Dit palet kocht ik in San Francisco. Dus hier heb ik gewoon hele goede herinneringen aan. Gewoon alleen al qua gevoel. Dit is het NYX Stormy Sky palet. En ik zag dit in een random winkeltje. Het was helemaal geen make-up winkel of zo. Maar ik zag ineens allerlei NYX producten liggen. Dacht ik, oeh, even spieken. En ik vind het echt een heel mooi paletje. En het zijn gewoon hele fijne kleurtjes. Die goed bij mijn oogkleur passen. Bij een beetje blauw-grijze ogen. Dus ik vind het een heel fijn paletje. En dan de laatste twee paletjes. Jazeker, we zijn bij het einde. Ik heb geen idee hoe ik hier aan kom. Dit heeft een keer volgens mij in een Pretty Box gezeten. Geen idee ook waarom die hier zo verstopt zit. Dit is het Pink Tease After Dark Eyeshadow Palet. En ik was aangenaam verrast over de pigmentatie van deze oogschaduwen. Dus ik ken het merk totaal niet. Maar het zijn best wel fijne oogschaduwen. Het ruikt alleen echt een beetje naar kindermake-up. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. En als laatste dit paletje van New York Color. Dit is A Kiss on the Hudson. Alleen de naam vind ik al prachtig. Maar dit is echt een heel mooi palet, vind ik, voor in de winter. Voor echt zo'n lekkere, als je zo'n rosy glow op je wangen hebt. En dan deze oogschaduws. Dus, ik heb niet zoveel adem. Dus, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben heel benieuwd wat jullie van het idee van deze serie vinden. De stash. En wat jij hierna zou willen zien, bijvoorbeeld foundation of blush of lipproducten of ik weet het niet. Laat me vooral het nagellak bijvoorbeeld. Laat maar vooral even weten hieronder in de comments. En de serie zal je denk ik zeker in deze zomermaanden veel terug zien komen. Ook omdat er nu natuurlijk weinig nieuwe producten op de markt komen. Dus het leek me wel leuk om het zo te doen. Ik hoop dat jullie het ook vonden. Sorry voor mijn wat bare face. Ik ga nu weer even lekker niks doen. Even op adem komen. En ik zie jullie heel graag heel snel. Doeg! Effect heel mooi. Maar ik kan niet zo goed tegen matglas, krijtborden, dat soort dingen. Ik krijg daar een beetje de rillingen van. Als ik aan denk, zeg maar, dan... dus dat heb ik ook een beetje bijvoorbeeld met de matglas.